Deze toren die staat op de rand van de Veluwezoom en die heeft een fantastisch uitzicht over de Zuid-Veluwe, over het IJsseldal, over de Betuwe. En je kijkt in de ene richting tot in Duitsland en in een andere richting tot in Brabant, bij helder weer. En hij staat op een bijzondere plek in Park Sonsbeek. Wij willen graag deze uitkijktoren vaker dan één keer in de maand openstellen. Zeker in de zomermaanden. En daarom hebben we meer vrijwilligers nodig. En we hebben steeds één vrijwilliger nodig die boven staat als gids. En iemand die beneden zit om een euro entree te innen en om iets meer over de geschiedenis van de toren te vertellen. De toren staat op een heuvel van 70 meter hoog. En de toren zelf is ongeveer 30 meter hoog. En dus je staat op 100 meter boven NAP op dezelfde hoogte als wanneer je bovenop de Eusebius staat. Alleen hier moet je zelf klimmen en daar ga je met de lift naar boven. En hier sta je in de open lucht en daar sta je achter glas. Baron van Heeckeren die kwam oorspronkelijk uit de Achterhoek van Heeckeren en Enghuizen. Die kocht op een gegeven moment het landgoed Sonsbeek. En toen heeft hij het hele park laten hervormen in de, wat ze noemen, de Engelse landschapstijl. En als hij met zijn gasten hier naar boven klom, dan kon hij aan die mensen laten zien hoe rijk hij was. Van het park zelf zie je niet zoveel, omdat het bedekt is door het bladerdak van de bomen. Maar het centrum van de stad kun je mooi zien. Je ziet de Eusebius met daar vlakbij de John Frostbrug. Je ziet de Nederrijn aankomen stromen vanuit Duitsland. Je ziet de torens bij het station. Je ziet de koepel, de toren van Tennet. In de verte zie je ook nog af en toe de lichtjes van de stuw bij Driel. Dus soms kun je heel ver kijken en van dichtbij en van ver af is van alles over te zien. Wat zou het mooi zijn wanneer de Belvedere in het Sonsbeekpark vaker open kan zijn. Dus torengidsen, meld u aan.